steeds in het bakje, kun je het mooi even zien. Kijk, ja. En dan is het een flinke actie. Dat vind je niet terug. Ja, met ons oude jenen hebben we dat nooit zo meegemaakt toen, hè? Nee, dat was bijna Vond hij wel. Zo na 8 weken. Nou, die eerste, toen we daar voor het eerst kwamen, toen was die al 8 weken. Dat was de laatste overgebleven. Dus de eerste nest hebben we nog gezien. Maar het tweede nestje hebben ze echt vanaf nou, dag 1. Ja. Hebben we ze gevolgd toen. Oké. Ja, mooi. Ja, ik kom bij haar natuurlijk ook kinderen, dus voor hun was het ook weer prettig. Dan kwamen de kinderen weer bij. Ja, precies. Ja. Juist. Ja. Zij hebben zelf helemaal geen kinderen verder, hè? Nee. En ik ook niet aan een kleine druk. Woensdag. Woensdag. Kom je jezelf bij een kinderen. Ja, dat is leuk. Er zit er zo'n mooie... Ja. Er wordt een mooie bekist in lopen. Ja. En die zijn er honden gewend. Dus die zijn er niet bang voor. Dus ja, kijk, dat scheelt ook weer. Ja. Ja. Maar dan weten de pups hoe het zit met de kist. Dat ze daarin niet schrikken. En autorijden, ga je dat ook met ze doen? Of? Autorijden? Ja, trouwens. Ja, we wilden de drukte nog opzoeken. Een moment. Ik heb dat gemaakt op supermarkt. Dat is nog even tegen. Maar dat is ook. Buiten hebben we ook gehad hier. En dan trekken we er langs, autoblaas. Ja. Zit op de klank van. Ja. Ja. Er valt een keer de klank van. Hebben we hier gedaan. Hebben we een blik op naar ja. Nou, dan ga je eens even een tweede om. En dan. Ja, alles moet gewoon worden. Fluiten bijvoorbeeld, deze keer dat ze horen. Prachtig gezicht, al die koppies, gaat u dan? Ja, leuk zo. U daarna nog een keer, wil je die koppies nog een keer gemoeid in die stap op, hè? Dan reageer je niet meer. Nee, er is dan niet meer. Meer. Wat is dat nou? Hey. Ik volgende keer weer op van de oortjes.